Boodschappen zijn dus binnen. Yes, helemaal goed. Lekker bij Oos al gehaald. Dus daar zeg ik wat van. Dat mag dus blijkbaar niet. Nee. Handig. Mag niet. Mag niet. En de waarheid zeggen. Nee. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloedje nieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick, Roderick en Karin. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer donderdag 2 december 2021. Ja, het laatste maand van het jaar van 2021. Ja. En, nou, daar wil iemand aandacht. Oh, kijk maar. Kijk, die wil helemaal iemand aandacht. Hoi, puppy. Hé, hey, puppy. Hé, hey, tutje. Lady ligt lekker hier. Hi, Lady. Goedemorgen. En. En daar ligt Lofly. Hello. En daar zit Spido. Ja, maar. Rodi gaat even met deze twee dames lopen. Met de twee zusjes. Want ik heb heel veel pijn in mijn schouder. Maar dit doet zelfs zeer als ik hem omhoog doe. Maar oké. Okay. Maar voor de rest wensen wij jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ja, ik loop weer bij de mall, zoals je kan zien. Kijk, daar twee auto's achter me, fietser achter me. Helemaal top. Ik ga nu even naar Ozan. Helemaal top. Even daar boodschappen halen. We hebben net bij de Jumbo even boodschappen gehaald. Even uitkijken. Ja, mooi. Ik mag over. Kijk. Helemaal niks. Helemaal niks. Niks, niks. Nope. Dus ik ga even naar Ozan. Even daar even broodjes halen. En kip voor mijn kleine onderbuurvrouwtje. Dus ja, en dan gaan we weer. Zometeen lekker naar huis. Ja. Ja. Dan gaan we naar huis. Ro is even de boodschappen aan het inladen. Helemaal boven aan de andere kant. Op P5 uit mijn hoofd. Dus ja. Dus tot. Ja. Ja. Dus ik ga even naar binnen bij Ozan. Boodschappen zijn dus binnen. Yes. Helemaal goed. Lekker bij Ozan gehaald. En nou ga ik dus lekker naar de auto toe. Lekker naar de auto. Yes. Ga ik lekker naar de auto. Naar de andere kant weer. Mag ik een stukje door het winkelcentrum. Maar dat maakt niet uit. Het gaat helemaal niet. Nee hoor. Het gaat helemaal niet. Maar ik ben even weer 3 dagen. Oh, weer lekker buiten. Want ik ben 3 dagen gewoon echt. Ja, oké. Okay, met hem de 100 lopen. Maar dat is iets heel anders dan even er echt even uit zijn, zeg maar. Kijk, nou komt er wel een auto aan. Kijk, autootje. Allemaal top. Dankjewel, mevrouw. Mooi auto trouwens. Eén keer vervangen, maar wel een mooi autootje. Ja. Dus ik ga nu naar de auto. Hi, lady. Hi. Daar hebben we Beauty en daar hebben we Lovely. Ja, ik ga even hier naartoe. Ik ga even mijn vent pesten. Ga ik even hier wat meer licht aan doen. Dat is leuk. Om en dan ga ik even helemaal op vel zetten. Zo, pas, dan zie je het even eerst wat. Hè, schat? Ja. Ik ga deze eventjes van de haak afhalen. Ja, zo. En dan mag jij hoog. 1, 2. Doe maar. Uitkijken voor me. Ja, nog meer kapot. Helemaal top. Wachten. Leed. Oh ja, je gaat zo. Ja. Ja. Mag ik erbij, Leed? Even aan de kant. Met je dikke reet van de kant. Hallo. Bolle. Kom, even aan de kant. Kom.
Ja, mag ik erbij dan? Kom. Dikke. Ja, Dikke. Kom eens hier. Hallo, kom eens hier. Polle. Polly, kom. Zo, dank u. Zo, en toen? Hi. Hi. Zit je er ook mooi bij? Ja, dat is mooi. Ja, yeah, zit je er mooi bij, schatje? Zit je er mooi bij dan? Ja. Yeah. Zit je er mooi bij dan? Ja. Ja. Kijk, oh, wat leuk. Oh, wat schattig. Ja. Yeah. Schattig, hè? Hi. Hi. Ben jij nou ook zo schattig dan? Doe dan. Ja, goed zo. Hi, schat. Hi. Hi. Hi, schat. Hey, je buiten bent. Ja, dat ga ik zo doen. Ja, komt goed, komt goed, komt goed. Komt maar, komt u maar. Ja. Ga ik dit redden? Ja, dat ga jij redden. Weet ik niet. Ja. Los, hè? Los, 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 los. Los, los, ook los. Hallo. Zo. Ja, dit moet ook gebeuren. Dat moet ook weg. Ja, kijk, dat moet allemaal weg. Ja. Ja, dat moet allemaal weg, schat. Kijk, hier. Dat moet allemaal weg. Kijk. Zo. Oeh, lekker met die snuit al omhoog, hè. Is je lekker met die snuit omhoog? Oeh, lekker. Hoe lekker je. Zo, kijk eens, schat, hij is leeg. Alsjeblieft. Wat? Helemaal. Kan ik hem daar weer neerzetten? Ja? Nou, doe ik dat even voor je. Ja? Ja, voor jou, ja. Naast mij. Ja, is goed, hè? Niet voor mij, maar naast mij. Ja, hier. En dit is voor, Pat. Vieze natnek, hè? Ja. Een natnek? Dan moet je Enzo maar wat meer volgen. Dat is leuk. En ik ben nog steeds blij met mijn orchideetjes. Het is de blauwe. Ik weet niet meer welke dit is. Dit is volgens mij ook een witte. Dus de gele is de oranje. Oranje, toch? Oranje, dit is wit. Dit is roze. Deze heb ik als laatste erbij gekocht. Dit is nog voor ons... even kijken. Ja, zeg ik dat? Die? Nee, nee. Dat, nee, dat is deze. Deze, deze is van en van ons trouwen. Deze en deze hebben we van en van Corina gehad. Corina, you're right by. Ja? Deze weet ik niet meer. En dan hebben we dit. De pannenkoekenplant, die doet dat heel goed. En deze ben ik heel blij mee. En deze heb ik nog steeds, deze doet ook heel goed trouwens, van je moeder gehad. Deze doet echt super goed. Dus ja, het was steeds weer lekker donker, hè, dames? Ja. 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 Echt wel. Zo, daar zit ik dan. Ja. Ik ga jullie wat vertellen. Misschien vinden jullie het niet leuk, misschien ook wel. Hè? Dat maakt me niet uit, maar ik wil het gewoon even kwijt. Ik vroeg wat aan... iemand, maar ik kreeg van diegene, van en van iemand anders, kreeg ik zo'n snaar. Ja. Zal ik eventjes iets vertellen. Vorig jaar zat ik dus in een depressie. Wat jullie allemaal weten, want dat is allemaal terug te zien op YouTube. Maar oké, maakt verder niet uit. Vorig jaar trapte ik eventjes tegen een keukenkastje aan. Even later kwam hier dus politie aan de deur. Want er was een melding gemaakt van huiselijk geweld. Dus wat doe ik? Ik ga kijken op mijn balkon. En ik zag iets staan. En ik wist gelijk wie het was geweest. Eén en één is vier. Precies dat. Ja, politie bellen. Dat is makkelijker. Ja, net zoals even naar de politie toe gaan. Om een vermelding te maken en wat op en op mijn YouTube staat. En dat de politie mij belt van, joh, hey, kun je die video even offline halen? Wat denk je zelf? Dikke doei. Denk het niet. Echt niet. Alles wat op de weg staat, is namelijk openbaar terrein. Dus ja, je kan doen en wat je wil. Prima. Moet je lekker doen. Ja, moet je vooral doen. Mag. Maar kom niet aan mijn dieren. Kom niet aan mijn vent. Allemaal weer over mij. Hè? Ja. En dat is niet tegen diegene bedoeld, maar dat is gewoon tegen iedereen bedoeld. Als ik iemand op en op straat tegenkom en die gaat
En dan mijn honden vloeken, schelden en bla bla bla. Nou, sorry, maar dan heb je hem ook van mij. Daar zeg ik. Ik heb een heel klein hartje. Ik kan heel lief wezen. Maar ik kan ook een bitch wezen. Ik kan een kring wezen. Maar wil jij mij nou aan de goede kant hebben? Draai dan ook even 180 graden om. Maar stel, en je hebt een huurwoning, ja, en je bent er nooit. Daar gaat mij het om. Dat vind ik niet ver. Er zijn genoeg mensen die wel namelijk een woning nodig hebben. Want ja, dat ik dan ook word uitgemaakt doordat ik maar de hoer moet spelen op mijn balkon. Een beetje heel ver gezocht, hè? Maakt niet uit, ik ben niet altijd thuis. Zoals je weet zijn we ook wel eens weg. Zoals naar Valkenburg, daar zijn we geweest. Ja, jee. Dus we zijn niet altijd thuis, nee. Maar ja, mijn vlogs die lopen een week achter. Dus wat ik nu film, dat is al lang en breed geweest. Hé, slim over nagedacht, toch? Ja, volgens mij wel hoor, maakt me niet uit. Geeft niet. Maar ja, morgen dan ben ik ook niet thuis. Nee. Maar dan heb ik autorijles. Hey! Ik heb autorijles. Morgen. Ja, het gaat om het principe. Kijk, dat Ro en ik niet samenwonen, dat is iets aparts. Maar ik woon wel in mijn huis. Ja, ik huur het. Dat Ro een koopwoning heeft. Nou, en? Weet je, so be it. Maar ja. Ik heb ook mijn redenen waarom ik dus niet samen wil wonen. Nee, dat ik maar met mijn eigen leven moet bemoeien. Ik vind gewoon, als je een woning huurt, maar dat is mijn inzicht, ik kan het fout hebben, ik weet niet hoe jullie erover denken. Maar als je dus een woning huurt, dat je er ook gewoon in moet gaan wonen en niet elders. Want wat doe je dan? Ik ga maar liever zelf wezen. Hè? Hi, alles goed? Het zal wel moeten, hè, als je het een beetje vriendelijk wil houden. Ja. Ja. Maar of het mij gaat lukken, weet ik niet. Ja. Ik ben eenmaal een Friesin. Ook al lijkt het niet zo dat ik een Friesin ben. Maar het is het wel. Ja. Ik ben een Friesin. Maar ik heb er ook een heel klein hartje. Maar bij een heel klein hartje heb ik een hele groot bek. Maar dat weet ik van mezelf. En als diegene een grote bek naar mij toe geeft, ja, sorry, maar dan krijg je hem ook gewoon terug. Ja. So be it. Ja. Maar wat weet jij dan allemaal over mij? Hè? Dat wil ik dan ook wel eens weten. Wat weet jij over mij wat ik niet weet? Kun je me dat eens vertellen? Denk het niet. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Nee. Kijk, er wil nou iemand aandacht. Ja. Kom maar. Kom. Nee, kom dan. Kom dan. Nee, moet je deze kant op, schat? Nee, kom eens hier. Niet en niet bij mijn lamp. Kom eens hier. Kom eens hier. Knuf. Nee, schatje. Nou, wat, weet je wat ze wou pakken? Dat was deze. Deze mooie ding. Kom dan. Kom hier. Kom hier. Kom hier dan. Nee, nee. En dan moet je pakken. Kom. Kom. Oeh. Nee, pak dan. Kom hier. Kom, pak dan. Ja, pakken. Nee, dan moet je pakken. En hier. Ja, dan moet je pakken. Met je dikke bek. Zal ik even lekker naar bed? Het is, Als ik nou pas. Als ik nou pas. Serieus. Mijn huistelefoon die staat nog op zomertijd. Zal ik dat even gelijk even doen dan? Oh, geweldig. Instellingen. Oké, datum, tijd. Oké. En dan is dat 0. En dan, geduld. Wacht daarvoor. 0. 0. En dan, het is nu al 7. Ik zal het nog een keertje doen. 0, 0, 0, 7. Kijk, nou staat hier goed. Ik zag het nu net pas. Wauw, nu nog weer zomertijd. Oh, het is nu alweer 8. Zo, het gaat snel, ja. Menu gaan we weer. Oh, wauw. 0008.
Yay! 3 keer een scheepsrecht. Oh, heerlijk. Nou, kan ik ook nog eens een keertje lachen? Ja, ik kan lachen. Ja, hoe toevallig. Ik kan lachen. Ja. Nee, maar daar zeg ik al, ik kan een hele lieve dame wezen. Ja, gewoon lief. Grappig, leuk. Maar ik kan ook een hele grote bek geven, dat weet ik. Daar moet ik echt wat aan gaan doen. Maar voorlopig nog even niet. Dat is mijn mechanisme om voor mezelf op te komen. Ja. Zo ben ik, eigenlijk wel een beetje grootgebracht. Nou, alles wat ik mee heb gemaakt. Dus, maar dat maakt niet uit. Zo be it. That's me. Kun je daar niet mee overweg? Ik zou zeggen, ja, jammer dan. Shit happens. Maar zo ben ik. Maar ik ga deze vlog nu wel gezellig mee met jullie afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet zeker niet te abonneren. Doe het duimpje omhoog. En laat een leuke reactie. En doe het duimpje ook even, ja, van alles. Gewoon die hele riedel. Want binnenkort kun je geen dislikes meer geven. Yeah. Joepie. Hey, slaap lekker mensen. Doei.